Het is echt mega vroeg, maar super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en vandaag ga ik mijn morning routine met jullie delen. Wat ik allemaal doe als ik me voorbereid voor stage. Want ik loop op dit moment al, dit is mijn derde maand stage. En het leek me wel leuk om gewoon mijn routine vast te leggen. Ik word elke dag rond 6 uur wakker voor stage. En dan, mijn eerste wekker gaat om 6 uur. Dan gaan er nog een aantal andere wekkers. En ik mag van mezelf tot uiterlijk 6:30 in bed blijven liggen. En vandaag is het een beetje anders omdat ik ook de camera bij moet pakken. Ik ga geen fancy Nancy morning routine filmen wat ik voorheen al heb gedaan. Maar gewoon heel realistisch van zo ziet mijn ochtend eruit. Maar ziet er niet uit. Ik ben echt kapot. Over het algemeen heb ik eigenlijk niet zoveel moeite om vroeg op te staan. Maar nu omdat het winter is, gaat het wat moeizamer. Want als het voorjaar zomer is, dan is het ook natuurlijk wat eerder licht. Maar nu is het gewoon, lijkt gewoon nacht buiten. Het is pikken donker. En dan gaat het gewoon wat moeizamer. Gisteravond heb ik me al een beetje voorbereid om deze ochtend iets soepeler te laten verlopen. Ik heb namelijk mijn tas alvast ingepakt. Ik neem altijd eten mee naar kantoor, want ja, ik moet daar ook lunchen. En ik heb al gekeken wat ik vandaag aan wil doen, want dat scheelt me ook heel veel tijd. Want anders heb ik outfitstress en dat is niet echt handig. Maar ja, ik ga nog even langzaam wakker worden, even op mijn telefoon en dan ga ik mijn bed uit. En nu wordt het tijd om naar de wc te gaan. Dan moet in de ochtend ook gebeuren. En dan ga ik naar de badkamer om dit te fatsoeneren. Iedere ochtend reinig ik mijn gezicht met micellair water. En dit is bijna op. En normaal gesproken draag ik lenzen. Maar op dit moment zijn mijn nieuwe lenzen nog niet binnen. Dus ik ga met een bril door het leven gaan. Maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Maar eigenlijk, als ik mijn lenzen zou dragen, zou ik na deze stap mijn lenzen in doen. Vervolgens breng ik een gezichtscreme aan. Op dit moment gebruik ik er eentje van Kiehl's. En dan ben ik ook een hele grote fan van deze oogcreme. En als ik naar stage ga, draag ik niet zoveel make-up. Het ligt eraan, soms heb ik wel echt zin om hem uitgebreid op te maken met foundation, highlighter, noem het maar op. Maar vandaag gebruik ik wel een foundation, maar een best wel een lichte foundation van Maybelline. Ik wil er wel verzorgd uitzien en verzorgd zijn, maar ik ben toch de hele dag op kantoor. En ik hoef me niet voor iemand echt mooi te maken, zolang het, maar het moet wel verzorgd zijn. You got it? Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik al een hele tijd de Anastasia Dipbrauwen. Op zich hebben ze wel een prima vorm, sinds wat ik zelf heb laten microbladen. Maar ik vind het altijd wel fijn om een klein beetje in de tijd te tekenen, niet te veel. En met deze dipbrauwen gaat het echt heel erg snel. Het is zo gepigmenteerd, je moet het helemaal veel weinig gebruiken. En nu ook wat een nadeel is, als ik nu geen lenzen in heb, moet ik echt heel dichtbij de spiegel zitten, want anders zie ik het niet. Dan wordt het tijd voor mascara en dit is mijn favoriete mascara van dit moment. Love it. Maar voordat ik mascara kan aanbrengen, gelukkig is mijn winters. Mijn laatste make-up stap is deze lipolie. Het geeft wel een mooie glans. Dit doe ik niet altijd, maar wel vaak. Ik stel ook nog even mijn haren in de ochtend. Soms krul ik het, maar ik ga het even stylen, want als ik het nu borstel... ziet het er niet uit. Dat komt ook voornamelijk door mijn pony die ik echt een tijdje geleden heb laten knippen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Hè? Om haar nog een klein beetje te beschermen gebruik ik deze Coco Care van Andreno. Kijk, zo gaan we mijn kamer niet achterlaten. Dus ik ga even mijn bed opmaken, want dat vind ik wel zo fijn.
Dit is dan mijn uiteindelijke outfit voor vandaag. Ik heb deze blazer van Lofi's. Mijn top is van Stradivarius volgens mij. Een kettingje van Brandy. Mijn bril van Specsavers. En mijn flared is van Come Get Fashion. En dan ga ik, denk ik, of sneakers of korte laarzen eronder doen. Maar dat weet ik nog niet precies. Maar dit is mijn look. Het ontbijt wat ik de laatste tijd heel graag maak is havermout. En wat ik daarvoor gebruik is havermout, sojamelk, een appel, kaneel en honing. Dus ik ga dit allemaal even bij elkaar doen en dan gaat het de magnetron in. Tada! Dit is mijn ontbijt. En naast dat ik dit heb gemaakt voor ontbijt, heb ik ook nog een kopje thee. Ik neem altijd een kopje thee. En ik loop voor zover ik weet op schema. Ik wil vaak tussen 7:15 ontbijten. En dat heb ik nu. En voorheen at ik altijd een broodje. Maar dat vond ik een beetje saai worden. Dus ik ben overgestapt naar havermout. En ik heb nu ongeveer iets meer dan een kwartier om dit op te eten en de laatste dingen te doen. En dan moet ik alweer de deur uit. Als ik heb ontbeten, poets ik nog even mijn tanden. Dat vind ik al zo fris. Natuurlijk kan een deootje ook niet ontbreken. En last but not least, parfum. Ik gebruik niet elke dag hetzelfde parfum. Het ligt aan mijn semi, want ik heb 1, 2, 3, 4, 6 verschillende parfums. En nu ben ik eigenlijk al ready om te gaan. Ik begin officieel om 8:30, maar vaak ben ik er al veel eerder. Ik ga ook lekker op tijd van huis, want ja, je weet maar nooit met het openbaar vervoer. Misschien heb ik wel vertraging, rijdt er een trein of een bus niet. Dus ik neem de trein van 8:05. Want ik moet vanaf Amsterdam naar Zaandam toe. En vaak ben ik tussen 8:15 en 8:30 op kantoor. En dan vind ik helemaal top. Dit zijn ook nog dingen die ik mee moet nemen. Mijn OV en mijn druppel om binnen te kunnen komen. Oké, we gaan even kijken wat voor schoenen ik aan ga doen. Of mijn sneakers die op de grond liggen. Die zijn de sneakers van mijn huisgenoot. Even kijken. Of die. Ik denk dat ik zin heb om laarsjes aan te doen in plaats van mijn sneakers. Ik heb bijna altijd die aan. Oké, we gaan voor de laarsjes. Ik ben helemaal ingepakt. Outfit is aan. En het wordt mijn tijd om er vandoor te gaan. Tot ruimte. Dat was niet gepland. Zo, dan weten jullie ook hoe mijn ochtend eruit ziet als ik naar stage moet. Even een kleine toelichting waar ik nou precies stage loop. Ik loop stage op de marketingafdeling van een horloge- en sieradendistributeur. En daar doe ik echt verschillende marketingactiviteiten. Online marketing, influencer marketing, content marketing. De werkzaamheden zijn veelzijdig en ja, daar leer ik ook het meeste van. Dus dat vind ik heel erg leuk en natuurlijk ook heel erg leerzaam. Ja, het eind van mijn stage is alweer bijna in zicht. Eind januari is het alweer voorbij en dan moet ik een heel ander ritme gaan volgen. Want dan begint mijn normale schoolrooster weer. Dus dan zal mijn ochtend er misschien wel iets anders uitzien. Maar het hele principe is hetzelfde, want ja, in de ochtend maak ik mezelf klaar voor de dag. Ik hoop dat jullie deze video interessant en leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!